Een huiselijk tafereel. We bevinden ons in een druk gestoffeerde ruimte waar een meisje en jongen verdiept zijn in een kaartspel. Ze bevinden zich aan weerszijden van een ronde tafel. Het meisje zit op een zware houten stoel, de jongen lijkt eerder recht te staan, geprangd tussen tafel en schouw. Beide kinderen dragen ongewone kleren. De hoeden en het masker op de zware tabouret in de rechter benedenhoek lijken te bevestigen dat er zich een verkleedpartij heeft afgespeeld. De linker benedenhoek van het beeldvlak wordt ingenomen door een ladekast bedekt met twee tafelkleden. Niet echt handig wanneer je de lade wenst te openen. Daarbovenop staan als een klassiek stilleven een zevental voorwerpen opgesteld. Het tinnen bord leunt tegen een wand die iets naar voren komt ten opzichte van de achterliggende muur. Misschien is het een kamerscherm waarover een zwaar stuk textiel is gedrapeerd dat het schilderij rechts ervan overlapt. Met wat moeite herkennen we in de afbeelding een schip op woelige wateren. Of toch niet? We laten onze blik verder over de achterwand glijden. Prominent aanwezig is de druk bezette schouwmantel met een duo porseleinen vazen, twee kandelaars, waarvan er één wordt verdubbeld in de vergulde spiegel, en een versierde klok. Aan beide zijden van de schouwmantel bevindt zich een kolom schilderijtjes. Aan onze beschrijving ontbreekt nog de stoel tussen schouw- en kamerscherm en uiterst rechts een donkerbruin vlak dat een deur of een kast zou kunnen zijn. De onderste zone van het beeldvlak toont een brede planken vloer. Rechts onderaan lezen we de naam van de kunstenaar. Ondanks de gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde ruimte is het onduidelijk wat hier aan de hand is. De overvolle kamer lijkt zeer onhandig ingericht. Het lijkt wel alsof er met opzet te veel staat. Een overdreven stoffering met gebrek aan ademruimte. Waar is het raam waardoor je de buitenwereld kan zien? Het gebruik van aardkleuren versterkt het gevoel van bedruktheid, van beslotenheid. Op een originele manier biedt de braakleer ons een uitweg uit deze stofferige kokon. We keren terug naar de spiegel op het schoorsteentablet. Binnen de vergulde lijst onderscheiden we drie zones. Links een groene oase, in het midden een verticale bruine guirlande en rechts de hoek van een kamer. Die ruimte is kaal, een groot contrast met de volle woonkamer. Deze kamerhoek bevindt zich logischerwijs achter ons, aan de overzijde van de hier getoonde ruimte. Hoe verklaren we deze vreemde tegenstelling? Een ander schilderij van de braakleer, de man aan het venster, kan ons misschien verder helpen. Ook in dit schilderij een interieur, maar in tegenstelling tot het kaartspel, gericht op de buitenwereld. We kijken met de man mee uit het venster. De wand rechts van hem lijkt verdacht sterk op het spiegelbeeld van de kale ruimte in het kaartspel. Gaat het om dezelfde ruimte? Wat kunnen we met die vaststelling doen? De spiegel geldt vaak als symbool van de schilderkunst, een verwijzing naar het ideaal van de perfecte gelijkenis of mimesis. Als toeschouwer geloven we schilderijen als vormen van waarheid. Dat het om composities gaat, constructies dus door een kunstenaar voor de gelegenheid in scène gezet, is niet onze eerste gedachte.
Wat als deze woonkamer met twee kaarten de jongeren een tableau vivant is? Een decor opgesteld in het kale atelier van de brakeleer. De voorwerpen op de ladekast links staan klaar voor een stilleven. De kinderen met hun gedateerde kledij poseren voor een genrestukje. Een opvallend element dat oplicht te midden van donkere kleuren is het masker op de tabouret. Misschien wil het ons waarschuwen dat niets is wat het lijkt. Deze waarschuwing is trouwens ook van toepassing op man aan het venster, die onopvallend is vergezeld van een vrouwelijke reflectie in het raam links van hem. Opnieuw een weerspiegeling die ons confronteert met een onverwachte waarheid. Is dat niet wat we zoeken in kunst?